Leuk dat je weer kijkt. Vandaag bij de firma Pacton weer in Ommen voor de trailer. In eerdere video's heb ik jullie meegenomen in de eerste brainstorm hoe we de trailer willen gaan opzetten. Wat de eisen zijn, functioneel, als ook in het design die we nodig hebben straks. Een hele combinatie in de opbouw van onze geweldige, toch laten we zeggen, roadshow. Het krijgt steeds meer vorm. De vrachtauto heb je als het goed is in de vorige video's gezien. In ieder geval qua look en feel voor wat betreft de combinatie RVS. De matte anthracietlak. Nou, en zometeen met de aanhanger die we aan het bouwen zijn, is het natuurlijk van belang dat het ontwerp meekomt in de look en feel, zoals straks ook de auto eruit ziet. Maar belangrijker is denk ik functioneel gezien wat we daarop moeten hebben, tenminste. Ja, en die gesprekken gaan we vandaag weer eventjes voeren. Dus er zijn nu een eerste berekening hebben we gemaakt, een eerste 3D opzet van de trailer is inmiddels uitgedacht. Dus we gaan vandaag even door de details heen van de lengte, hoe dat de trotter feitelijk verzonken wordt in het plateau. Hoe krijgen we een auto op de trailer? Waar laten we de rijplaten? Ja, en uiteindelijk dan zijn de puntjes als details, type kisten, type lampjes, achterlichtjes. Waar maken we de koppelingen, de luchtslangen, et cetera. Dat zijn allemaal de details die volgen nog. Die volgen na deze video. Vandaag echt focus eventjes deel 2 op de constructie. En op het moment dat die staat, kunnen we natuurlijk de laatste fase in. En voordat we de productie ingaan. Dus ik neem jullie mee naar binnen. Ik heb weer een afspraak met Willem en Martin. Dat zijn de twee mannen die mij begeleiden in dit hele traject. Die hebben nu een eerste vervolgberekening gemaakt, een 3D tekening. En op basis daarvan kunnen we gaan besluiten en beslissen van ja, wat doen we wel, wat doen we niet. Wat moet eventueel nog anders? Welke aanpassingen weten we nu die er zijn doorgevoerd ook aan de vrachtauto? Want dat heeft uiteindelijk natuurlijk allemaal impact. In eerdere video's heb ik ook aangegeven dat de totale lengte van de vrachtauto en de trailer niet meer mag zijn dan die 18,75 meter. Dus in zijn totaliteit ja, is dat toch wel een uitdaging, want de vrachtauto die is natuurlijk al 12 meter lang. Nou ja, 12 plus 6 is feitelijk al 18 en dan heb je natuurlijk nog een bepaalde ruimte nodig tussen de vrachtauto feitelijk en de trailer voor het maken van bochten. Dus ik ben benieuwd waar we op uitkomen. Ik hoop in ieder geval zo rond de 4,5 meter over te houden om eventueel voor een personenauto mee te nemen. En een personenauto zou theoretisch gezien nog wel iets mogen oversteken over de achterzijde van de trailer. Dus mochten we er niet helemaal aankomen aan die 4,5 zeg maar op het plateau van de trailer zelf. Ja, dan hebben we wellicht nog de kans dat we de wielen in ieder geval op de trailer krijgen. Dus ja, we gaan het zien. Ik neem jullie mee naar binnen. Dat is de maatvoering. Dus daarmee is ook de maat van mijn achterzijde middenas bepaald. Ja. Je moet uiteraard vrij kunnen draaien. Belangrijk. Dus dan rolt daar een maat uit van je laadvoerlengte. Dan komt er op 6 meter uit. Dat is 18,75 meter. Het werkt maximum, dus daar voldoen we daarna. Ja, top. Dus dan is hiermee de voertuiglengte bepaald. Ja. Zetten we de trotter erop. Ja. Dan word je graag verdiept in de vloer, hebben we afgesproken, omdat die autoneus er boven moet kunnen hangen. Ja. Maar we kunnen in dit gebied, waar de assen staat tot aan de trotter, kunnen we het geheel niet laten zakken. Daar hebben we, daar hebben we geen liggenruimte voor. Die vierborg zit daar. De as staat daar, die afschoring zit daar. We kunnen daar met het chassis niet omlaag. Oké. Maar wat we dus bedacht hebben, of tenminste voor willen stellen aan jou, dat we de voeten van de trotter, die zijn 10 centimeter hoog, ja. Dat we die integreren in de vloer. Okay. Dat we daar bakken in maken, bakjes in maken, daar hebben we namelijk wel ruimte voor. Dan staan we aan de buitenzijde van de overliggers, dus mijn veerbok en schoor hier binnenin af, daar heb ik wel ruimte. Mm-hmm. Ik zet ze net wat, hoe dat, het is nog iets smaller, ja, zodat je bakjes kan maken, zodat ik met het vlakke deel van de trotter op de laadvoer rust. Ja, je moet de personenwagen kijken. Hè? Ja, kijk, mijn hoop was om eventjes met dus de oversteek van de auto over de voet van de trotter heen zo'n 4,5 meter aan te kunnen houden. Ja. En dat zit je, dat zou je hier, zou je dat, hè, zou je ja, dat feitelijk redden? Ja, zou je dat feitelijk redden, ja. Want hem krijgen we niet verder naar beneden, begrijp ik. Dan is of de, misschien de keuze dat we de auto feitelijk het laatste stukje omhoog rijden. Dat je dan eigenlijk om, ja, moet... toch dan nog kleine opritjes... Staat er niet heel strak op de aanhanger. Want we hadden toevallig hier, want die hadden het ook, je hebt nog laatst een vraag gestuurd, want die heb ik ook hier bij deze mail, het mailpakket. Is van dat je van die beugels hebt waar je de auto op verkoppelt. Ja, van die keggen. Ja, dat zijn van die autotransport ja, dat is, modules. Ja. Want hij blijft wel op hoogte, of niet onder die 4 meter? Ja, ja. Ik net aan. Ja, als je erop staat, gewoon niet geïntegreerd, maar gewoon ja. rechtstreeks op de laadvoer ben ik 4 meter 2. Okay. 4 meter en 2 centimeter. Ja. Nu dus, dat is ook acceptabel. Ja. Maar nu gaat het 10 centimeter af. Ja, dan is dat geen probleem. Want die knikfeit die er dan in zit, heeft dat nog impact op het inschuiven van... Nee, hij kan er onderdoor schuiven. Hij schuift er onderdoor? Hij schuift er net onderdoor. De knik is dusdanig hoog dat hij er nog onder past. Okay. Rechts dan maar door kan steken.
met dit gatenpatroon in de trailer straks, die krijgen wij straks waar de auto feitelijk naar boven rijdt, krijgen we aan twee kanten krijgen we deze gaten. Het is een heel, noem het maar eenvoudig systeem straks om auto's heel snel vast te zetten op het moment dat je ze op die trailer hebt staan. Ik heb het idee dankzij een van jullie, dus dat is leuk. En hier bij Pacton hebben ze dit nu gemaakt op een LZV-combinatie, dus het staat hier even als voorbeeld. Dus we kunnen even goed kijken hoe dat het werkt. Dus de combinatie die je hier ziet, de rijplaten, de kantbalk straks met veegroef erin, zodat we ook andere laden kunnen zekeren. Mooi stukje hardhout in het midden, tweede rijplaatje en uiteraard weer hetzelfde aan die kant. Het is wellicht een kleine trailer, maar het wordt wel een innovatief ding. De trotter nemen we zo meteen ook mee. Die wordt neergezet aan de voorkant van de trailer. Die wordt een klein beetje verzonken. En in die zin proberen we het ook zo te maken dat je dan met een auto die je in feite net een klein beetje over de trotter heen rijdt. Om de maximale lengte te behalen straks met het eventueel meenemen van een auto. Want de totale lengte van de trailer is nog even een punt van berekening op dit moment. Maar we neigen zo'n beetje naar de 6 meter. De voet van de trotter is ook al 2. Dus daar hou je niet heel veel over voor je personenauto. Dus het is een beetje, nog een beetje berekenen, een beetje tekenen om even te kijken van hoe krijgen we de maximale laadvloer op de trailer, zodat we en de trotter mee kunnen nemen en ook nog een auto. Dus het is nog een ding, maar het wordt vervolgd. Nou, er komt hier nog wel een overleg voor het afstemmen van, noem maar even de laatste puntjes op de i voor wat betreft de totale look en feel van de hele aanhanger. Het idee straks wel is dat de kisten die erop komen uiteraard mooi aansluiten met het design ook van de vrachtauto. Dus de combinatie van geborsteld RVS, kisten rondom met de Alcoa wielen, wordt uiteraard ook doorgezet straks op de trailer. Ik moet zeggen aanhanger trouwens, hè. Is het officieel aanhanger Willem of een trailer? Nee, want dan krijg ik zo meteen weer, het is geen trailer, het is geen aanhanger, het is een aanhangertje. Hè? Dus dat is de... Wipkaartje. Middenhalshanger. Maar het is wel even van belang straks dat het design mooi aansluit. Komt helemaal goed, maar we zijn nu nog steeds eventjes verzonken feitelijk in de discussies ofwel in de brainstorm van het frame en van de grove delen. De laatste puntjes op de i, kistjes, type lampjes, spatlap, noem maar op. Dat volgt straks alweer als de configuratie staat. Dus wordt vervolgd. Uiteraard geldt dat straks ook voor de achterzijde. De lampen die nu op de vrachtauto zitten, die jullie gezien hebben, die dus meebewegen als het ware van links naar rechts toe op het moment dat je ze aanzet, dat gaan we hier ook op doorvoeren. Dezelfde verlichting wordt straks ingezet op de trailer. Dus dat wordt qua design, denk ik gewoon heel erg gaaf. Klein trailertje, klein aanhangertje, maar wel leuk, wel een mooi ding. Bij ons in het midden, onder de kentekenplaat straks, krijgen we de opbergvakken voor de rijplaten. Die schuif je als het ware straks in het chassis tussen de centrale liggers feitelijk van het frame. En die trek je er makkelijk uit en dan kan je de auto naar binnen rijden. Dan hoef je niet continu een kraan te gebruiken of allerlei moeilijke fratsen uit te halen. Maar gewoon erop rijden, eraf rijden, snel met die beugeltjes kunnen vastzetten. Dus ik denk bij elkaar volgens mij gewoon een vernuftig ding. Het design van de trailer met de eisen die we stellen en de dingen die we nodig hebben, dat gaat de goede kant op. Zoals je ziet, komt er een hoop bij kijken. Het is een relatief kleine trailer, maar desondanks zit er natuurlijk heel veel vernuftigheid in, heel veel engineering straks. Om hem helemaal aan te laten sluiten bij de toch redelijk lange vrachtauto die we al hebben. Ik hoop dat je het weer een leuke video vond. De komende weken komen we hier zeker nog even terug. Straks in het productieproces neem ik jullie ook eventjes mee. Als ook uiteraard naar het definitief ontwerp. Dus ik zou zeggen, blijf vooral kijken. En ik zie je in de volgende video.